Terecht van vreedzame betoging wordt erkend door de regering. President Chandrika Prasad Santokhi haalde gisteren in de Nationale Assemblée aan dat de regering de volksprotesten die sinds maandag gaande zijn erkent. Zolang die vallen binnen de grenzen van het democratisch recht. Het staatshoofd doet een beroep op de betogers om intern de protesten goed te begeleiden samen met de ordediensten. Want ik heb ook het gevoel dat veel van de betogers goede bedoelingen hebben. Maar moet ook rekening houden met mensen die kwade bedoelingen zouden kunnen hebben. En dat we alles doen dat alles ordelijk verloopt in nauwe samenwerking met de ordediensten. We hebben incidenten gehad van Molotov cocktails die gegooid zijn op objecten. De politie is bezig dat te onderzoeken, meneer voorzitter, wie allemaal erachter zit. En dat zijn de zaken die we niet willen. We willen een vreedzame samenleving. We willen dat de democratische rechten goed beschermd worden, nageleefd worden, geëxerceerd worden. En daar waar nodig ook begeleid worden door de regering, meneer voorzitter. Maar laten we die eenheid Asanamangs bewaren. De president zegt dat niemand er voordeel aan heeft als er schade wordt aangericht aan objecten en mensen. Santokhi geeft verder aan dat de regering werkt aan de koopkrachtversterking van de werkenden. Daarom is zij bereid om de 8% loonsverhoging te geven aan de ambtenaren. Echter vindt de regering het niet raadzaam om de verhoging eind juli uit te keren. Maar de regering heeft ook voorgehouden de vakbond dat deze maand de vakantiemaand is, waar enorm veel SRD op de markt zal komen. En of het raadzaam is om ook die 8% in juli te geven. En de vakbonden hebben zelfs een beroep gedaan op de regering om dat even niet te doen. En dat de vakbonden overleg gevraagd hebben met de regering en het onderhandelingsorgaan. Om daarover overeenstemming te bereiken hoe die 8% gefaseerd na juli betaald kan worden. En dat is wat we nodig hebben, meneer voorzitter. Constructieve opstelling. Dat is wat we nodig hebben, wijsheid. Dat is wat we nodig hebben, nationaal belang. Dat is wat we nodig hebben, dialoog. Dat is wat we nodig hebben in tripartiet verband de problemen oplossen. President Santokhi wees erop dat alle problemen in het land middels dialoog opgelost zullen worden.